Er is een donorhart voor je. Er zijn twee mogelijkheden. Je bent in het ziekenhuis of je komt vanuit huis. Als je thuis aan het wachten was op een donorhart, heeft de kindercardioloog net gebeld dat er een donorhart voor je is. Je mag vanaf het moment dat de kindercardioloog bij je is geweest of gebeld heeft, niet meer eten. Je mag nog wel slokjes water, thee, appelsap of limonadesiroop. Een heldere drank. Een halve beker per uur. Samen met je ouders pak je snel een tas in voordat je naar het ziekenhuis gaat. Wat moet je meenemen? Kleding voor een paar dagen, pyjama's, slippers, toiletspullen, je knuffels en natuurlijk je tikkiring. Ook je ouders maken voor henzelf een tas klaar. Wanneer alles compleet is, vertrekken jullie zo snel mogelijk naar het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Het kan ook zijn dat je al in het ziekenhuis bent. De kindercardioloog is met je ouders bij je gekomen en heeft verteld dat er een donorhart voor je is. De thoraxchirurg die het donorhart gaat ophalen, zal beoordelen of het hart goed voor je is. Wanneer het donorhart niet goed is, kan de harttransplantatie niet doorgaan. In het ziekenhuis ga je naar de afdeling Intensive Care Kinderen. Je komt op een grote zaal waar zes kinderen kunnen liggen. De verpleegkundige die voor jou zorgt, gaat je uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Je krijgt een eigen plekje en bed aangewezen. Er wordt al snel bloed bij je afgenomen. Dit zal uit een bloedvat uit je elleboog worden gehaald of uit een bloedvat in je pols. Er moeten een paar buisjes bloed worden afgenomen. Van tevoren kun je samen met je ouders en de medisch-pedagogisch medewerker een plan maken wat jou helpt om de bloedafname zo goed mogelijk te laten verlopen. Er worden kweken bij je afgenomen. Dat zijn wattenstokjes: één in je neus, één in je keel en één tussen je billen. Er wordt een röntgenfoto gemaakt van je hart en longen. Het apparaat voor de röntgenfoto komt bij je bed langs. Je krijgt zalf in je neus. Dat is een beetje een raar gevoel. In deze zalf zit antibiotica. Je krijgt ook een pyjama van het ziekenhuis aan. Het wordt even druk bij je bed. Er komen verschillende dokters bij je langs: de kinderarts, de kindercardioloog, de thoraxchirurg en de anesthesist. Allemaal komen ze kijken hoe het met je gaat. De kinderarts zal je onderzoeken en luistert onder andere naar je hart en longen. Wanneer je al in het ziekenhuis bent, krijg je ook deze onderzoeken. De bloedafname, een röntgenfoto van je hart en longen, het afnemen van kweekstokjes en de antibiotica-zalf in de neus. Ook dan vertelt de verpleegkundige jou en je ouders nog een keer wat er op de operatiekamer gaat gebeuren. Dit is jou en je ouders al eerder verteld, maar wordt nog een keer herhaald, zodat je alles goed begrijpt. Nu is het wachten tot je naar de operatiekamer mag komen. Je ouders zijn nog steeds bij jou. De thoraxchirurg laat aan de IC-artsen weten hoe laat je op de operatiekamer moet zijn en wanneer het donorhart niet is goedgekeurd. De IC-artsen vertellen dat aan jou en je ouders. Tijdens het wachten mag je spelen of als je moe bent even rusten of slapen. Bij je bed hangt een tv. Je mag ook je telefoon of tablet gebruiken. Wanneer je het spannend vindt, mag je een tablet of drankje nemen waar je wat rustiger van wordt. Je gaat er niet van slapen, maar wordt een beetje duf. Wanneer het tijd is, brengt de verpleegkundige jou in je bed naar de operatiekamer. Op de operatiekamer kan het zijn dat je nog even moet wachten totdat iedereen klaar is voor de operatie en het donorhart is aangekomen. Allebei je ouders mogen mee. Het is een stukje lopen naar het andere gebouw bij de volwassenen. Je gaat door allerlei lange gangen en met de lift naar de operatiekamer. Op de gangen is het koud, dus je ligt lekker onder de dekens. Aangekomen op de operatiekamer krijgen je ouders een mooie overal en muts op. Zij gaan met je mee de operatiekamer op. De anesthesist gaat je uitleggen wat er gaat gebeuren. Het donohart is opgehaald en naar jouw ziekenhuis gebracht. De operatie kan beginnen.